eerste taak, de voornaamste taak dat ik vind, is de bevolking bewust te maken van die gevaren en die risico's die kunnen leiden tot een ramp en of een calamiteit. Verder zijn wij de districten behulpzaam in het opstellen van rampenplannen, calamiteitenplannen. Dat zijn de twee voornaamste. Ja, ik ben de luitenant Boudou, ingedeeld bij NCCR als logistiek officier. Logistiek bekeken is een hele grote omvang, als je het zo mag noemen. Het is heel veel omvattend. We doen alles wat logistiek betreft. Dat houdt in dat we vanaf het aftanken van voertuigen, het logistiek gedeelte voor het personeel hier, dat ze kunnen uitdrukken naar de repatrianten, naar de mensen thuis quarantaine die met behulp van patrouillegang. En de mensen die repatriëren naar de overheidsquarantaines, voor hen moeten we voor alles zorg dragen. De overheid komt in voor alles. Dat wil zeggen, vanaf het afhalen vanuit Sanderij, Johan Adolf Pengel Luchthaven, tot en met de hotels naar waar ze verbleven. En dat houdt in vanaf voeding, het logistieke gedeelte, vanaf de hotelkamers, driemaal daags voeding, medicijnen, hebben ze iets nodig, wij regelen alles. En ze draagt zorg dat de mensen alles krijgen op hun kamer. Oké, de rol van ICC binnen NCCR is het zorg dragen voor alle apparatuur die we hier hebben. Alles dat we terug hebben met informatie wordt door mij opgeslagen en beheerd. Als de logistiek informatie nodig heeft van alles wat ze zullen gebruiken, komt ze naar mij toe en wordt het voor hun geproduceerd. Repatrianten die terugkomen, hun gegevens worden door ons opgeslagen en hun adressen. Het is nodig om na te gaan waar ze wonen, om te kunnen controleren. Er zijn mensen van Rode Kruis die dagelijks in het veld gaan en informaties en de mensen te bezoeken, om de mensen te bezoeken. Ik ben de liaison officer van de Nationale Leger. De link tussen de Nationale Leger en NCCR betreffende het leveren van troepen voor de beveiliging van de eventuele quarantaineruimtes, plaatsen en andere activiteiten. Daarmee ondersteunen we ze. Ja, het is veelomvattend. Je bent continu bezig met jezelf. Tot in de kleine uurtjes blijven we hier. En het is wel innoverend. De rol van de medische dienst binnen NCCR is meer om toezicht te houden op degenen die in quarantaine zijn. In feite staat het vanaf het punt vanuit, laten we zeggen de mensen komen vanuit het buitenland uit. Vanaf dat punt staat het al, in samenwerking wel met de mensen van het Rode Kruis. Dan worden de mensen dan verder begeleid naar hun desbetreffende locatie, nadat in feite ze de verschillende wegen die ze hebben bewandeld. De rol van een NCR bij deze is ook om die controle te houden op de mensen die in quarantaine zijn, dat ze zich duidelijk houden aan desbetreffende, hoe kan ik het zeggen, de afspraken die gemaakt zijn. En bij controle wordt er dan ook gevraagd, als het ware, de verschillende van hoe ze zich voelen, et cetera, weet je. Als ze het getemd hebben, wat hun laatste temp geweest is, dat wordt alles ook meegenomen. Maar dat is ook belangrijk dan ook voor de artsen, wanneer ze in feite bepaalde beslissingen gaan moeten nemen. Verder ook voor, je moet rekening houden, je hebt mensen die in quarantaine zijn. Ze hebben ook veel een onderliggende een ziekte. Iemand met diabetes, et cetera, heeft medicatie nodig. Vaak hebben ze het niet bij zich. En dan zorgt de medische dienst ervoor in samenspraak met de artsen dat zo iemand dan toch in aanmerking kan komen voor zijn of haar medicatie. De rol van de afdeling Operation and Planning is niks anders dan wanneer we of wanneer de passagiers er zijn, moeten wij ervoor zorgen dus dat de passagiers worden opgehaald en vervoeren dus naar de bestemde plekken. En de bestemde plekken zijn dus de overheidsquarantaines. Net daarnaast
voeren wij dus ook de controles uit. Wij zorgen ervoor dus dat samen met het Surinaamse Rode Kruis, dat we gaan naar de plekken, de mensen meten, kijken hoe het is met de toestand van de mensen. Toch, en dat alles wordt dan vastgelegd in een rapport en dan gerapporteerd aan de kolonel. Nou, het is natuurlijk, je begrijpt, de wereld is er voor het eerst mee geconfronteerd geraakt, ook Suriname. Toch, we hebben een aantal operaties in het verleden, zeker als we denken aan operatie Falawatra. Dus het zat er, zeker als we praten over operaties vallende onder NCCR, moet ik aangeven dus dat we het meteen onder de knie hadden. Toch, meteen vanaf het begin goed hebben aangepakt, trouwens u ziet het. Toch, dus we mogen niet tot nu toe niet ontevreden zijn, het gaat prima.